Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Popcorner. Welkom bij een spiksplinter nieuwe aflevering van Onstage. Vandaag vanuit de Popcorner met de band At First. En hier de frontcheck. Wat gaan we krijgen van jullie? De eerste nummertje heet Surrender. Super, ik wens jullie succes. Dank Zet hem op. Jongens, stel je eens voor, want we hebben veel van jullie gehoord. Qua muziek, maar nog niet qua persoon. Nou, ik ben Barry, ik ben de bassist van de band. Ik ben Jamie, ik ben de leadzangeres. Dat is duidelijk, toch? Ja. Ja. Terug naar de muziek. Wat ging het lekker, hè, net? Ja, was echt heel lekker. Allemaal eigen nummers ook weer? Ja. Ja. En een nieuwe EP komt uit. Mm-hmm. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, het is een EP met alternatieve rock / metal nummers. Van verschillende invloeden, allemaal als bandleden, ook andere invloeden. We komen uit verschillende richtingen. En we proberen dat samen te vatten in een EP die eigenlijk gaat textueel gezien over doembeelden in de toekomst. Maar het is een beetje de vraag van die doembeelden, ja, zijn het wel echt doembeelden of zijn ja, of dat dingen die nu al bezig zijn? Ja, of ze nu al intussen aan de gang zijn, zeg maar. Klopt. Een voorbeeldje. Nou, bijvoorbeeld Dreams Inc. Dat kan je wel best vertellen. Dreams Inc. is een nummer dat eigenlijk gaat over een bedrijf in de toekomst. Wat zeg maar onze dromen gaat overnemen om daarmee reclame te maken in principe. Dus stel je voor, je gaat naar bed en je droomt opeens alleen maar over shampoo of zo. En het is grappig, want eigenlijk proberen we met Dreams Inc. duidelijk te maken van kijk, het gaat steeds verder. We worden steeds meer overgenomen door reclame. Het komt steeds meer overal. Ja, je wordt steeds meer door beïnvloed. Het gaat steeds meer in je hoofd zitten, ook gewoon onbewust. Dat je, als je ook per dag 500 reclame beelden op je afkrijgt zonder dat je het doorhebt, dat vinden wij best wel beangstigend. Ja, stiekem. Ja, dat is heftig. Ja. Dus de teksten zijn wel diep in ieder geval bij jullie dan? Ja. Ja, ze gaan ook wel verder op. Ook bij andere nummers die niet op de EP staan, ook over gewoon huidige thema's. Bijvoorbeeld andere nummers gaan bijvoorbeeld over hoe hypocriet bijvoorbeeld heel veel politici zijn. Andere bijvoorbeeld ook weer over bijvoorbeeld die vluchtelingencrisis, dat mensen eigenlijk aan een lot over worden gelaten en verdrinken. Mm-hmm. Maar richten jullie ook expres op maatschappelijke thema's? Of, Ik weet niet of het per se... Ja, tenminste... Het is niet per se expres. Ik denk gewoon wat in ons opkomt. Mm-hmm. Wat jij aan de teksten schrijft en wat wij aan de muziek hebben, wat dat samenvoegt. Ja, de muziek die we maken is natuurlijk best wel agressief. En dan krijg je eigenlijk al gelijk een soort van gevoel bij. En heel vaak zijn het dan gevoelens, agressieve gevoelens over dingen waar we het niet echt mee eens zijn. Ja. Dus dan kom je al snel, ga je al snel de maatschappelijke kant op. Ja, dan ga je het al zo snel krijgen over politiek en huidige
thema's van ja, rampen en crisis en noem maar op. Dat komt al snel aan bod. Ja. Ja. Dus als ik het goed begrijp, beginnen jullie eigenlijk ook eerst met muziek maken en dan pas teksten schrijven? Heel vaak wel. Vaak ook wel. Andersom. Ja. Maar en tot nu toe is het ook wel zo dat de nummers die begonnen vanuit de tekst, voelen voor ons ook wel wat beter aan. Ja, het is je gaat het meer opbouwen als een verhaal. En vaak als je begint met een verhaal en daar zeg maar de muziek op aanpast, dan is het meer dat de muziek eigenlijk het verhaal versterkt dan dat het verhaal de muziek versterkt, zeg maar. Ja, ja. Dan merk ik wel gauw dat het heel verschillende nummers worden op die manier. Mm-hmm. Ja. Maar ja, we hebben ook heel veel riff georiënteerde nummers die gewoon lekker zijn om te beuken en zo. Ja, gewoon de hele tijd. Dat is ook gewoon leuk. Wel, ja, wel een beetje die... Moet er ook tussen blijven. Ja, precies. Ja. Moet af en toe nog wel een beetje gewoon even leuk blijven. Gewoon even de gitaar en de bas. Luchtig gewoon even en zo. Doordouwen. Ja. Ja, precies. Ja, en verder de toekomst. Wat het gaat brengen weet je natuurlijk nooit, maar wat hebben jullie voor ogen? Nou ja, sowieso de EP uitbrengen. Dat wordt onze debuut EP. Die gaan we nu, denk ik, ja, over een week. Dan gaan we een week studio, gaan opnemen. Dan gaan we de studio in. In de herfstvakantie. Dan gaan we even naar de Limburg. Limburg. En dan gaan we gewoon die EP opnemen. En zo snel mogelijk proberen uit te brengen. Wanneer die klaar is. Dat we denken van, dit is het eindproduct. En een release party houden we hier in Breda. Ja. Videoclips. Videoclips regelen, ja, gewoon. En dat helemaal. Dat wordt de echte lancering eigenlijk. Dat wordt de voor ons geplande lancering, ja. Dat is echt gewoon debuut EP, videoclip, 1 of 2 als het lukt. Release party, alles. Dan gaan we gewoon het hele pakketje bij proberen te regelen. Als dan ook online, dat op onder andere misschien Spotify komt of zo, dat mensen het online kunnen opzoeken en luisteren. Ja, en dan de wereld veroveren. Dat hopen we. Met de muziek dan. Ja. Ja. Niet letterlijk. Niet letterlijk. Nee, met muziek en teksten, maar waar veel maatschappelijke thema's voor bij betrokken zijn, zul je ook veel fans krijgen, denk ik, die wel ook jullie muziek en teksten steunen. Merk je dat nu ook al? Ja, merken nu al. De mensen die onze teksten al, want de eerste keer als je ons luistert, dan denk ik, kan je misschien niet altijd goed horen of volgen waar het over gaat, maar mensen die al vaker zijn geweest en die teksten met je kennen, die horen wel vaker van dat ze die teksten wel pakkend vinden, dat ze dat heel erg on point vinden met wat er momenteel aan de gang is. Ja, onze grootste fans, denk dat die ook mede, ook dankzij onze teksten, ook meer zijn geworden dan normale fans, zeg maar. Dat ze echt betrokken zijn geraakt bij de band. Mm-hmm. Daar ben ik wel heel blij mee. Bij de familie? Ja, het is in principe een first familie. Ja, bij de firsties. Ja, we noemen onze fans firsties. Oh, okay. Dat vonden we leuk. Geen believers, maar dit zijn de firsties. Geen Little Monsters of zo. Ja, precies. Nee, top. Ik denk dat ik jullie gewoon heel veel succes ga wensen voor in de toekomst. En, ja, dankjewel. Zet hem op, ga ze door. Ja, bedankt. Ja, jullie bedankt. Lang genoeg? Ja, kan je nog heel even... We staan hier bij Harde Brokken. Een nieuw initiatief om meer metal naar Breda te krijgen. Lokale en internationale bandjes spelen een avondje lang harde rock voor hun en het publiek haaks plezier. Mijn naam is Herman Sibon, ik ben werkzaam bij Sounddog op deze avond en ik ben verantwoordelijk voor de programmering van deze eerste editie van Harde Brokken. Ja, Sounddog heeft opgepakt waar mensen het liet vallen, zeg maar, en dat vind ik kudos, dat is goed. Zonder Sounddog hadden we hier in Breda geen oefenruimtes gehad. Jammer. Ik speel ook in een andere band en wij zaten in het NAC-stadion en daar moesten we weg helaas. Sounddog is wel een uitkomst. We zijn vandaag aan het repeteren, hier. Hier ook of? Ja, hier. Wij spelen in verschillende bands, maar vandaag met een coverbandje. We hebben altijd repetitie op vrijdag of zaterdag. En we hadden vandaag repetitie hier. Het wisselde wel eens af in Breda waar we spelen. Repeteren hier dus een paar keer om de zoveel maanden. We repeteren niet heel frequent wel. Repeteren we hier. En dan zijn we hier gereden. Ik verwacht heel veel. Of dat het ook die verwachtingen ingelost worden, weet ik niet. Maar we hebben 3 hele leuke bands, onder andere een band uit België, een band uit het midden van het land en een lokale band. Die allemaal in het harde segment zitten, metal of nog stapjes erger dan metal, punk, crust, hardcore, noem het maar op. En het gebeurt niet zo heel veel op dit gebied in Breda. Dus ik hoop dat de liefhebbers van deze muziek ook weten dat het vanavond te doen is. En hier ook aan mas naartoe komen om te genieten van de muziek die zij graag horen. Prima initiatief.
Moeten ze vaker doen, zou je zeggen. Ze deden het vaker in het centrum, maar daar hebben ze wat problemen gehad volgens mij met de locaties. Dus ga vooral zo door. Meer herrie in Breda is altijd wel fijn. Ik vind het eigenlijk heel erg goed. Ik vind het zelf ook gewoon leuk dat er gewoon steeds meer van dit soort plekken eigenlijk komen. Want het is wel gewoon, ja, het is gezellig, het is lokaal en het is ook heel leuk voor lokale talenten en kleinere bands en zo om gewoon daadwerkelijk een plek te hebben waar ze kunnen spelen. Nou, ik verwacht dat dadelijk, als de camera weg is, dat de mensen die hier allemaal staan te wachten, buiten naar binnen komen, betalen en lekker genieten van een avondje brute metal, hardcore, punk, crust. En van harde brokken bij Sounddog gaan we naar Mr. Sounddog. Tom, aangeschoven weer. Hi. Hoe gaat het? Ja, lekker. Ja? Net even een paar mooie mensen binnen gehad. Dus, ja. Gisteravond ook een goed feestje gehad, hoorde ik al wel. Ja. Ik hou wel van een feestje. Net dat bed gerold. Nou, dat ook weer niet, maar echt scherp ben ik nog niet. Nee. Maar ja, goed. Altijd na het weekend, hè. Altijd even lastig. Zo is het, zondag voor, toch? Ja. Ja. Sounddog, vertel eens, want ik kende het zelf nog niet. Maar nee. Het bestaat al wel 3 jaar, hoorde ik. Het bestaat al 3 jaar. Het is oorspronkelijk, de core business is oefenruimtes voor bands. En ja, het verbaast mij ook dat er nog steeds best wel veel mensen zijn, de doelgroep ook, die het niet kennen. Alleen, ja, ik probeer zoveel mogelijk op social media daar gewoon reclame voor te maken. Want ja, ik kan het wel in een krantje adverteren of zo, maar ja, het zijn hoofdzakelijk oudere mensen die dat lezen of gaat de kattenbak in. Ik bedoel, ja. De gemiddelde muzikant zal er best wel zijn die het wel lezen, maar ja, dat moet je afwegen, kosten en baten. En wat is precies je doelgroep? Ja, voor de core business dan zijn het dan gewoon muzikanten. En dat maakt niet uit of het nou reggae, jazz of metal of blues, dat maakt niet uit. Want het zijn gewoon, de oefenruimtes zijn gewoon volledig ingericht. Geluidsdichte ruimtes met airco en alles erop en eraan, frisse luchttoevoer. En er staat een hele backline, dus een band kan gewoon binnenkomen. En die kunnen gewoon voor een tientje per uur kunnen ze gewoon, in best wel een hele luxe oefenruimte kunnen ze oefenen. Ja. En we hebben ook personeel staan, we hebben een relaxruimte waar je gewoon lekker dingen kan bespreken met je band. Je kan flipperen, poolen. En wij zijn ook een van de weinige oefenruimtes waar je ook zeg maar echt spullen voor je, bijvoorbeeld als je snaar breekt of een drumstok. Dan kun je bij ons allemaal kopen ook. Hè. De meeste oefenruimtes is dat niet. Dan kun je massa als je een blikje kolen kan krijgen. Weet je. Ja. Maar bij ons staat ook echt personeel. Dus als je ook vragen hebt, dan kun je ook, word je ook geholpen. Ja. Dus dat is zeg maar de doelgroep. En dan hebben we daarnaast hebben we ook de zaal. Die gebruiken we soms ook voor feesten en evenementen. En concerten worden er ook gegeven. Ja, top. Ja. En de muziek scene in Breda, is iets om trots op te zijn? Ik vind van wel. Alleen, ik zie het bij mij ook binnenkomen. Ik zeg bands binnenkomen die puur voor de hobby lekker een beetje biertje doen en een muziekje maken, ja. En dat is het dan. En bands die echt willen, die willen knallen, weet je wel. En die willen verder. En dat is leuk om te zien ook. En zeker als bands ook echt verder komen. Zoals bands als McSwordfish, At First, Grandview Avenue. We hebben ook nog bands als Revolvo, Hilton Dive.
Ja, dus die zie je echt gewoon, die zie je groter worden en dat is gewoon leuk om te zien, ja, weet je wel. En, er een goede ontwikkeling in, hè, zeg maar. Ja, absoluut. En, maar ja, het probleem van die bands die echt verder willen, er zijn natuurlijk landelijk zoveel bands die dat allemaal willen en het wordt maar meer en meer, dus het wordt ook steeds moeilijker om dat echt goed voor elkaar te krijgen. En dan proberen wij ook met de collectief proberen we daar aan mee te helpen, want we hebben dan zo'n, ik weet niet of jullie dat al een keer besproken hebben, maar we hebben zo'n samenwerking met De Mes, Sounddog, De Loods, Popcorner en POB, dus Poporganisatie Breda. En daar hebben we Breda's Mozeland het opgericht vorig jaar. En dan proberen we ook bands die dus echt verder willen komen, proberen we echt eventjes een duwtje in de rug te geven. We gaan niet alles voor ze regelen, maar we gaan gewoon op maat kijken wat heeft die band nog nodig om dat laatste stukje... Ja, een soort coachingsproject. Naar perfectie, als dat kan, weet je wel. En dan proberen ze op die manier weer een stukje verder te maken, te helpen om toch die kansen wat te vergroten om in die hele grote markt van al die bandjes die het willen maken, om daar toch misschien net even bovenuit te komen. Net onderscheidend zijn. Ja, ja. Je ziet al dat de eerste editie van Breda's Most Wanted, dat was best succesvol. Er hebben gewoon 2 of 3 van die bands die mee hebben gedaan, die hebben op Breda Bas gestaan. Grote zaalmessen hebben ze gehad en ja, veel meer dingen. En die zijn echt veel meer in de picture ook. Dus dat is leuk om te zien. Daar ben ik dan ook trots op dat ik daar mee kan werken. Ja, mooi. Want ik heb vanuit Sound ook. Ik ben het gestart voor de passie, vanuit passie voor muziek. En support your local scene, dat is vooral heel belangrijk. Dat is ook wat we hier doen natuurlijk, hè? Juist. Maar Sound is dus ook meer dan een oefenruimte alleen, hè? Want veel evenementen worden georganiseerd. Ja. Je kan in principe ook die zaal huren, maar er moet wel iets met muziek bij zitten. Hè? Dus, een voorbeeldje. Hè? Een voorbeeld van een succesvol Sound evenement. Nou, we hebben de eerste editie van Bruda, dat bierfestival, waar het combinatie is van bierproeverijen en live muziek en dat soort dingen. En dat is, dat was na het eerste jaar was het al zo'n succes dat ze de tweede keer moesten ze over naar Electron. Nou, dat is prima, dat is ze gegund en dat is leuk om te zien hoe dat ook groeit. En we hebben platenbeurzen gehad en jams natuurlijk en we doen van alles en dan ook concerten. In het begin hield ik het heel erg bij de metal, blues rock, want dat zit een beetje in mijn netwerk. Maar nu hebben we Herman Sibon van POB, die doet de boekingen. En die heeft een veel breder netwerk, dus je ziet nu ook steeds meer... Dr. Pop. Dr. Pop, ja precies. Ja. En die zie je nou ook steeds, steeds meer breder programmeren. Hè? En ik wil ook graag bijvoorbeeld, maar hetzelfde als met in de oefenruimtes. Hoofdzakelijk is het nog steeds rock en metal, maar we hebben af en toe ook wel wat funk en pop en zo. Maar ik zou het wel leuk vinden als er meer variatie ook in komt. Hè? Een beetje, dat zeg ik, jazz en reggae. Ik vind muziek gewoon leuk, weet je wel. Sommige mensen denken ook van het logo, weet je, zo'n hond. Het is allemaal een beetje heftig, een beetje rock. Beetje heavy, sommige mensen denken echt dat Sound ook alleen maar is voor rock en metal. Ik wil gewoon dat iedereen zich er thuis voelt. Ja. En ik bedoel, op een woensdagavond draaien we net zo goed Bob Marley, bij wijze van spreken wel. En dat is met evenementen ook zo, dus ik weet niet, als er ook mensen zijn die iets willen organiseren in Sounddog qua muziek, neem even contact op, want als je een goed idee hebt, dan gaan we het gewoon doen. Toch? Top. Nou, in ieder geval bedankt tot zover. Ja. Dan gaan we nog een afscheid nemen. Bedankt. Ja, goed, man. Ciao. Zondag 6 november speelt de alternatieve rockband The Anesthetics in de kleine zaal van De Mes. Pas stonden ze nog in het voorprogramma van de Amerikaanse indieband Other Lives. En nu dus hier. De toegang is gratis. Garage rock, surf, urban of elektronica. Het wordt allemaal gespeeld door de artiesten die langskomen bij Burning Down the House. Cairo, Liberation Front, Eco Idiots, Malibu en Fake Billy and the False Prophet zorgen ervoor dat je lekker kunt dansen. Bluesgrootheid Guy Forsyth en The Hoax brengen samen een ode aan de veel te korte carrière van de invloedrijke Amerikaanse blueszanger en mondharmonica-speler Lester Butler en zijn band The Red Devils. Gewoon zin in een leuk DJ-feest? DJ's Wipneus en Pim zorgen al ruim 2 decennia voor een onovertroffen feestconcept, waarin het publiek op muzikale wijze in het zonnetje wordt gezet. Ze draaien simpelweg de leukste dance en classics. Ja, lieve mensen, dat was het weer. Heb je genoten? Ja, fantastisch leuk om hier te zijn. Ja. Ga je het volgende mensen aanraden? Ja, ik zou zeggen vooral meedoen. Hartstikke leuk om hier een keer te staan. Je hoort het. Heb jij talent? Schrijf hier op onderstaand e-mailadres. En we zien je graag de volgende keer. Hado!
Mogelijk gemaakt door Popcorner. Breda Nu. Je weet het meteen.